Voorzitter, het onderwijs is geen kinderopvang. Precies. En als de reden is dat je scholen openhoudt omdat je anders zegt we moeten kinderen opvangen, dan moeten we iets anders verzinnen. We hebben de tussenschoolse opvang, je hebt de naschoolse opvang. Dus die infrastructuur die is er al, het vraagt alleen om een andere invulling. Dus als het argument is dat we opvang nodig hebben, dan is dat op andere manieren te organiseren. En om eerlijk te zijn, de berichten die wij hebben gekregen direct na de persconferentie van docenten, dus ik heb zelden zoveel reacties gehad. Omdat ze zich echt voelen alsof ze een trap nakrijgen. Ik ben toevallig de... Ja, u kunt wel zeggen, ja... Ik zag dat, voorzitter, ja, dat heer Klaver dat zei vanmiddag in de media. Maar dat is zo'n onzin. Ik ben zelf docent. Dit is gewoon niet waar. Ik weet hoe belangrijk dat onderwijs is. Ik zie toch niet de docenten. Dan wil ik dat hier echt rechtgezet hebben als dat verkeerd verstaan is. Als een soort babysitters. Absoluut niet. Maar je hebt het nodig dat belangrijke onderwijs wordt gegeven. En het bijkomend effect, dan heb ik dat niet goed gezegd. Blij met die feedback. Dat heb ik toch niet goed gezegd. Want het laatste wat ik hier wil zeggen, Klaver en ik zijn het er helemaal over eens, is dat leraren babysitters zijn. Maar dat de bijkomende effect is wel dat je daarmee ervoor zorgt dat die ouders ook hun werk kunnen blijven doen. De heer Klaver. Voorzitter, is nog een reden waarom ze zich geschoffeerd voelen. Ik ben zelf de vader van twee kleuters. Voordat corona er was, was het al best wel een opgave om ervoor te zorgen dat ze dan hun handen wassen. Het zijn er twee. Moet je voorstellen dat je een hele klas hebt. Wij hier in de Tweede Kamer hebben met elkaar afgesproken dat alle deurknoppen, dat het knopje wat we hier vasthouden, dat het allemaal extra gepoetst wordt. Op scholen zijn niet extra schoonmakers die ervoor zorgen dat die tafeltjes worden schoongemaakt. Dat moeten docenten doen. Op scholen is er gebrek aan bijvoorbeeld handsanitizers om je handen schoon te kunnen maken. Er is een gebrek aan van alles in die scholen. En het enige wat docenten vanmiddag horen is, ik heb je nodig, los het probleem op. Maar de vraag is, wat doen wij voor die docenten? Komen er dan extra schoonmakers op die scholen? Komen er extra middelen om die docenten ook te beschermen? Wat doen wij voor die docenten? En als wij iets zouden doen voor die docenten, dan denk ik dat ze zeer bereid zijn op alle mogelijke manieren mee te werken om dit land draaiende te houden, want dat doen ze namelijk altijd. Maar wij vragen wederom, jullie moeten leveren, jullie moeten ons helpen, maar we moeten de vraag stellen, wat kunnen wij voor hen doen? Minister-president, Mark Rutte, zelf docent. Wat doe je voor die docenten? Nee, dat is precies de goede vraag, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is ook de reden waarom we meteen vanmiddag de bewindslieden van onderwijs in gesprek zijn gegaan met de organisaties van de scholen. Dit is overigens, dit hele onderwerp laat zien in zo'n crisis, dat je soms hele ingewikkelde afwegingen moet maken. Want het liefst zou je natuurlijk sowieso zeggen tegen de scholen vanwege de zorgen gaat dicht. Maar nogmaals, dat vind ik onverstandig, dat vinden we onverstandig. Dan ben ik het zeer eens met Klaver, dan moet je dus in gesprek met de scholen. Dat gesprek is nu gaande. Daar wordt morgen verder over bericht. Maar dit is precies het gesprek wat je moet voeren. Maar dit besluit is van vanmiddag, even toch, hè, van vanmiddag 1:00. Dit debat is om 6:30 begonnen. Ik weet niet 4:00 later hoe die gesprekken ervoor staan. Ik weet alleen dat ze plaats hebben gevonden, dat het gesprek morgen verder gaat. Ja, de heer Klaver. Dit is het punt. Dus je neemt een besluit over wat docenten moeten doen. En de situatie die ik schets, dit is de praktijk. Als jij een kleuterklas hebt, dan ben jij zelf verantwoordelijk voor de hygiëne daar. En misschien zijn die kinderen hier niet heel bevattelijk voor. Maar docenten wel, en die docenten hebben ook familieleden. Die hebben ook familieleden die misschien wel ziek zijn. Of die ook ouders hebben die oud zijn, voor wie ze mantelzorg moeten verlenen. Dus het gaat niet alleen over de positie van die kinderen, het gaat over de positie van die docenten. En ze brengen hen in een positie dat zij verantwoordelijk zijn voor de hygiëne op die school. En dan is het niet voldoende om nu te zeggen, ja, we moeten nog in dat gesprek gaan. Ik kan u zeggen dat wat er nou... Dat gesprek is gaande, ik weet niet wat de stand van zaken is. Ik was uit het woord volgens mij. Ik kan u zeggen wat er nodig is. Als we daar kinderen op school willen houden, of het nou lesgeven is, of dat we een opvangsituatie creëren, als er zoveel mensen bij elkaar zijn, dan zijn er extra hygiënemaatregelen nodig. Dan heb je schoonmakers nodig, dan heb je de juiste spullen nodig. En die zijn er niet. En ik wil dat de minister-president nu toezegt, als die scholen open moeten blijven, dat met ingang van, ik zou zeggen morgen, maar in ieder geval maandag, dat die spullen er zijn. Ik zeg je toe dat die gesprekken nu gaande zijn om precies in kaart te brengen wat de scholen daarvoor nodig hebben. Ik ben dat eens met Klaver. Maar ik kan niet hier een debat voeren en me ook nog, want dan zit ik helemaal permanent op de telefoon te kijken. Dat doe ik al. Vanavond was dat ook echt puur vanwege de updates over corona, niet over andere zaken, kan ik u verzekeren. Want een van u ergerde zich eraan. Ik probeer dat altijd zo minimaal mogelijk te doen. Maar ik heb niet de kans gehad om nu uitgebreid mee te informeren over hoe die gesprekken lopen. Maar ik snap die vraag van Klaver, die is ook terecht. En toch nog een keer, hè. Want het is nou net alsof wij denken het is zo fijn om de scholen open te houden. Dat is helemaal niet fijn. Ik snap het verzoek van de heer Wilders helemaal. Maar uiteindelijk in zo'n crisis moet je lastige afwegingen maken. Nou, misschien zijn we het niet eens over die afweging, dat zou ook kunnen. Dat sommige anderen zeggen, Wilders zegt dat, ik geloof de heer Klaver niet, die zegt, nou, als ik hem goed versta, ik kan het misschien nog wel meemaken, maar dan moet je wel zorgen voor de goede ondersteuning. Anderen zullen misschien zeggen, oké, akkoord. Anderen weer zullen zeggen, doe het niet. Maar dit is in een crisis echt
Dit zijn de lastige afwegingen. Het is niet altijd heel precies dat je zegt, dit is heel duidelijk, zo gaan we dat doen. Dit is de lastige afweging tussen aan de ene kant een laag medisch risico, wel hele grote zorgen, en tegelijkertijd noodzaak om die ouders op die belangrijke plek aan het werk te houden. Ja. De heer Klaver. Voorzitter, ik heb toch wel, kijk, als we kijken bijvoorbeeld naar Duitsland. Laten we ook niet doen alsof daar alle scholen zijn gesloten. Daar is ook per gebied gekeken waar moet je sluiten. Daar is ook gezegd dat er wel opvang op de school is voor de kinderen, bijvoorbeeld van ouders in de zorg, die niet thuis kunnen worden opgevangen. Waarom is die keuze voor Nederland niet gemaakt? Want dat maatwerk was ook mogelijk. Waarom is die keuze niet gemaakt? Nou ja, dat zei ik net ook, dat als je kijkt naar, het gaat niet alleen om zorgpersoneel. Het gaat ook om heel veel anderen. Ik heb ze genoemd. Mensen bij de politie, bij de brandweer, vitale sectoren als onze energievoorziening. Dus het is niet zo dat je kunt zeggen het is alleen in de zorg. De zorg is wel heel belangrijk. Maar het punt ging niet alleen over de zorg. Laat ik zeggen, alle vitale... In Duitsland wordt er gekeken naar al die vitale sectoren. Naar alle kinderen die niet thuis kunnen worden opgevangen. Want zeggen ze, we willen absoluut voorkomen dat opa's en oma's die kinderen gaan opvangen. Dus hebben ze andere vormen van opvang georganiseerd. Waarom is die keuze in Nederland niet gemaakt? Nogmaals, die infrastructuur die is er wel degelijk. Er is al kinderopvang aanwezig op die scholen. Dat kan je opschalen. Je kan voor andere vormen kiezen. Waarom is daar niet voor gekozen door het kabinet? Wij hebben gekozen voor deze maatregel op basis van een uitvoerige discussie. Op basis van adviezen die we daarover gekregen hebben. In Duitsland is niet één onderwijsbeleid, dat is per land verschillend. Duitsland bestaat 17 länder. Onderwijs is een bevoegdheid van de länder. Natuurlijk proberen we ook in dit soort fases precies te kijken wat doen andere landen, wat kun je daarvan leren, vanzelfsprekend. De heer Heijn. Voorzitter, ja? Tot slot. Ja? Het is geen antwoord op de vraag. Namelijk, ik stel deze vraag, waarom heeft u niet voor die... Omdat ik wil weten, is dat een optie geweest? En de indruk die ik krijg, is dat er is de belangrijkste overweging is geweest, dit land moet doordraaien, de economische gevolgen zouden enorm zijn als we nu het onderwijs zouden sluiten. We kunnen het op deze manier, zijn we bang, dat waar moeten we deze kinderen heen, hoe zorgen we ervoor dat al die mensen aan het werk blijven? En er waren andere opties dan SEC het onderwijs houden zoals het nu is. Je had voor andere vormen van opvang kunnen kiezen voor die kinderen voor wie geen thuisoplossing beschikbaar was. En waar ik naar vraag is dat een overweging geweest? Is dat een overweging geweest? We hebben vanmiddag op basis van de advies die we gekregen hebben, waarbij gekeken is wat is nu het verstandigste dit besluit genomen. En wat nu de heer Klaver suggereert, misschien bedoelt hij niet zo, is dat er ook nog allerlei economische motieven een rol spelen. Ik heb het vaker gezegd. Er is maar één motief wat speelt en dat is de volksgezondheid. Wat moet daarvoor gebeuren? Ja, vervolgens heeft dit alles, daar kom ik zo over te spreken, ook nog economische gevolgen. Maar de scholen openhouden is niet vanwege het beperken van de economische gevolgen. Dat is om ervoor te zorgen dat de mensen die nodig hebben in de sectoren die zo belangrijk zijn, dat die mensen beschikbaar blijven. De heer Heijnk.